Een hele goede morgen. Vandaag staan we weer op straat om de meningen van de mensen te peilen. De stelling van vandaag is: wat vind jij van de hashtag ik doe niet meer mee? Kom mee. Mag ik heel eerlijk zijn, ik weet niet waar de fuck jij het nu over hebt. Nee? Nee, ik ken het niet. Oh, ze hebben gelijk. Corona is bullshit. Corona is bullshit. Corona is bullshit. Geen andere woord voor. Ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk dat we de richtlijnen opvolgen. Die zijn opgesteld. Ik heb ook familieleden die in de zorg werken, dus ik zie die kant van het verhaal wel heel sterk. En ja, ik vind het wat makkelijk gezegd, ik doe niet meer mee als je ziet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik vind dat mensen dat gewoon zelf voor hunzelf moeten kunnen bepalen. Als jij met je vrienden zegt, ik hou geen 1,5 meter, prima. Als je maar gewoon die 1,5 meter wel houdt in supermarkten als daar een vrouw van 90 loopt. Maar je moet geen anderen gaan lopen oproepen om hetzelfde te doen. Belachelijk. Ja? Belachelijk, het is een ernstig iets. Ja, eerlijk, verschrikkelijk. Ja? Verschrikkelijk, ja. Ik heb gisteren toevallig het interview gezien met Famke Louise. Woorden schieten tekort. Echt niet te doen. Zij denken alleen aan zichzelf en er zijn veel meer problemen dan alleen maar hashtag ik doe niet mee. Het heeft verschillende kanten. Aan de ene kant snap ik ze wel. Maar aan de andere kant zouden beter het eerst op een andere manier kunnen verantwoorden. Want nu hebben ze het in één keer gedaan. En ze hebben het niet op een andere manier geprobeerd om aandacht te zoeken. Wat vind ik daarvan? Ja, iedereen mag dat zelf weten. En ik snap wel dat mensen er op een gegeven moment genoeg van hebben. Maar ik denk dat we elkaar moeten respecteren. En of je het nou wel of niet doet, je moet elkaar respecteren en elkaar de ruimte geven, denk ik daarvoor. Ja, vind ik wel een heel mooi antwoord, maar ik heb echt zoiets van, ik vind het belachelijk. Okay. Ik vind het een beetje gekke stelling dat je dat zo zomaar op tafel gooit. Er zijn ook mensen die helemaal in het begin zeggen van, nou, ik ben helemaal voor, ik steun alles. En dan onderweg en dan nu zeggen van, ik ben er helemaal tegen. Dus ja, wat wil je dan? Ik vind het een beetje dom. Een beetje onzin eigenlijk. Ja. Nee, dat staat wel nergens wat, denk ik. Ja, ik denk dat Femke Louise geen hersencel heeft. Ja. De regering probeert wel zijn best te doen, zeg maar, om alles goed te doen voor de burgers. Ik vind het lastig. Ik snap op zich de onvrede die heel veel mensen hebben. Zeker ook ondernemers of artiesten die niet meer kunnen optreden. Ik denk dat we toch vooral geduldig moeten blijven. Met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. En het is even een kwestie van door de zure appel heen bijten. Iedereen moet gewoon lekker zelf vinden wat ze ervan vinden. Maar ik vind niet echt maar dat door de corona er heel veel andere dingen zijn gebeurd of zo. Dus, ja. Even voor ons niet, nee. Nee, ja. Ik snap het. Het is allemaal een beetje ongeloofwaardig aan het worden. Maar ermee te maken krijg, dan denk ik dat ze wel anders erover gaan denken. En dat ze niet zulke domme stellingen gaan zeggen. Want het is gewoon dom. Toch? Een beetje dom. Ja, ik denk dat het een verkeerde hashtag is voor wat ze ermee bedoelen. Want volgens mij hebben ze niet, zeg maar, scheid aan de regels. Maar zo komt het wel, denk ik, over. Ik zou zeggen dat ze dat alleen willen voor geld, voor hun concert. En dat ze daarom zeggen, ja, we willen dat het stopt. Dus ja, ik denk dat ze geldproblemen hebben. Daarom zeggen ze dat. Maar het is niet echt bepaald de goede instelling nu.